De bestratingswerkzaamheden van de Krapahoekelaan ten Ikeri zijn vandaag wederom opgestart. Het startsein is gegeven door president Desiree Bouterse, die momenteel op bezoek is in het reisdistrict. Volgens het staatshoofd brengt het rehabiliteren van een weg, van een weg vele voordelen met zich mee. Evenals de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chutkan, vindt dat de infrastructurele werken een goede basis vormen voor deze en komende generaties. Het staatshoofd maakte van de gelegenheid gebruik om de gemeenschap op te roepen bruggen naar elkaar te slaan. Evenals Jotkan gaf hij de garantie dat de regering erop zal toezien dat dit project succesvol wordt afgerond. De ontwatering en regulering van het gebied wordt ook als onderdeel meegenomen. De OWT en Sebo-winsman brachten ook de voedselschuurgedachte in herinnering duurzame infrastructurele projecten als de Krappagoeklaan maken het mogelijk. En ook de overige sprekers hebben in hun betoog het belang van de aanpak van dit weggedeelte benadrukt. De werkzaamheden waren namelijk in 2014 stopgezet en zijn nu hervat. Nisha Kurban-Babu, DC van Nikeri, schoof het niet onder stoelen of banken dat ze heel blij is met deze rehabilitatie, omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de bewoners van dit gebied. Voor haar is echter ook belangrijk dat andere wegen die ook in een slechte staat verkeren worden aangepakt. Ze heeft al geprobeerd om uit eigen middelen iets hieraan te doen. De parlementariër William Waidu gelooft in een betere output dan 2014. Hij riep de buurtbewoners op de weg niet te gebruiken als een moordwapen, maar een mogelijkheid om ontwikkeling in het gebied te brengen.